geleden zijn we er al mee begonnen met organiseren. Ja, want je moet vergunningen aanvragen, je moet geld aanvragen en dat soort dingetjes. En ja, het hele thema dat moet bedacht worden. Ja, het is niet voor de eerste keer dat jullie iets rondom Halloween doen, hè? Nee, 16 jaar dat we dit doen. 16 jaar al? 16 jaar dat we dit doen. Vorig jaar hebben we pech gehad doordat het slecht weer was. Ja. Maar nu schitterend weer en ja, het loopt lekker door. En ik heb begrepen dat dit was alweer de derde ronde, dus jullie zijn eigenlijk al wat vroeger begonnen vandaag. Ja, we zijn om 4:30 begonnen voor de kinderen. Die zou tot 6:00 duren, maar die liep uit tot 6:30. Zo druk was het. Jeetje. En om 7:15, omdat we net iets later waren, is het voor de kinderen boven de 13 is het geweest. En het horrorgedeelte, je hoort de kettingzaag. Ja, dat hebben jullie bij de jonge kinderen niet gedaan? Nee, bij de jonge kinderen hebben we nu hebben een soort knuffelmysterie gedaan. Oh, ja. Waar ze dus allerlei vragen moesten oplossen en letters moesten verzamelen. En die kunnen nog een prijs winnen. Oh, dat is mooi, man. Mooi.
En op die vlak. Het is very stinky. Oké, boys, we gaan door. En wat probeer ik hier mee te krijgen? Hey, waar? Oh shit. Nou, jullie zijn gelukkig niet zo eng. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Oh jee. De glazen bol. Hallo jongens. Welkom. Luister. Heb je respect voor mij? Heb ik respect voor jullie? Weet je die bal voor de kettingzaak? Die komt bij mij hier binnen, dan schop ik hem er gewoon weer lekker uit. Dit is mijn bol. En Bol en ik zijn allebei één. Jullie zien alleen liggers, maar ik zie heel wat anders. En dat anders stelt niet voor goeds voor jullie. Dus wees gewaarschuwd. Een mens stelt. Een gewaarschuwd mens stelt voor twee, waar of niet? Weet het. Oeh. Wat is hier? Oeh. Want waarom doen jullie dit eigenlijk? Want we zijn officieel een kinderboerderij. Ja, we zijn een kinderboerderij. Alleen kinderboerderij die heeft ook geld nodig. Ja. En we ontvangen alles uit giften en weet ik veel wat allemaal. En dan eens per jaar doen we dan Halloween. Ja. En daarmee kunnen we weer eventjes vooruit om de dieren te eten te geven, onderhoud, weet ik veel wat allemaal.